ziet er wel, ik vind het wel stijlvol hoe je... Je hebt dan het Adventure Time ding, maar dan wel een blazertje. Ja. Het is wel, I don't know, ik denk het wel. Ja, dat krijg je als je gaat werken. Ja, ja, ja. Dat... Dan moet je ineens fancy... Duidelijk werkloos. Niet, ja. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, kent u Samus Aran nog? De dappere ruimtereizigster die gewoon het opneemt tegen de evil-ass Metroids. En dan denken heel veel mensen, waar heb jij het over? Want er is al een tijd lang eigenlijk geen Metroid-game meer geweest. Maar Nintendo komt terug met die oude glorie van de 2D-platformen die destijds zeker komen. Metroid Samus Returns. What's in the name? Ze is echt terug. Precies. En ze komt opnieuw naar de 3DS. Maar het is een nostalgische soort van reboot van de originele tweede Metroid op de Game Boy. Ooit is verschenen, ja. Ja. 1999, zei je me net. 1991 zelfs. 91? Echt in het tijdperk dat er nog niet eens een Game Boy Color was. Het was... Ja, dus voor mijn tijd ook echt letterlijk, ja, want ik ben in 92... Ik was nog niet geboren. Nee, we waren er niet bij, mensen. Nee, maar, helemaal gemist. Maar nu kun je het nog een keer ervaren. En nu op je 3DS. En modern. Ja. Ja, 1991 was een game verschenen, Metroid 2. Nou, inderdaad, what's in a name. Ja. Return of Samus. Nu spelen we Samus Returns. Ja, dus dat is hetzelfde spel, basically, maar ze hebben het compleet gemoderniseerd. Het is een remake, ja. Nou ja, wat het ding was met de originele tweede Metroid, was dat het helemaal in zwart-wit was. Dus je had geen kaart. Weinig overzicht ook. Precies, weinig overzicht. De gameplay was nog een beetje zichzelf aan het uitvinden. Dat mag ook in dat tijdperk. Ik bedoel, alle games waren zichzelf uit aan het vinden. Het was ook in principe een goede game, het was ook een moeilijke game. Maar ja, je had geen overzicht. En wij hebben hem überhaupt gewoon compleet gemist. Ja. Überhaupt hebben wij trouwens Metroid een hele tijd gemist. Je gaf het wel aan. Ja, Metroid is niet per se weg geweest, maar wel de 2D Metroids. En dat was wel de roots van de serie. Absoluut. En het was ook... samen met Castlevania, de koning van een compleet genre. Ja, ik bedoel, het Metroidvania-genre is natuurlijk al langer gaande. Je ziet nu dat eigenlijk in de afwezigheid, je zei het ook al in je geschreven preview, in de afwezigheid van zowel Castlevania als Metroid op dat front, zie je bijvoorbeeld een Ori and the Blind Forest en andere soort van Metroidvania-achtige... Die dat gaat dan opvullen. Ja, Hollow Knight. Het zijn een heleboel indies die dat nou opvullen. Maar nu komt Nintendo toch weer terug bij zinnen en zegt van, we gaan het heroveren. Ja. Ze hebben daar alleen niet Nintendo zelf opgezet, maar een andere studio. Ja, en dat is wel ironisch, want Castlevania heeft dus al eerder geprobeerd om inderdaad ook weer een 2D Castlevania te maken. Daar hadden ze een Mercury Steam opgezet. Dat is de studio die we ook kennen van Lords of Shadow. Die dus ook Castlevania naar 3D heeft gezet. Ja. Nou, die gaat nu proberen om Metroid te maken. Alleen het probleem was, en dat was ook mijn hele skepsis erbij, die ontwikkelingsstudio had dus een 2D Castlevania gemaakt, maar die was niet zo goed. Die had niet de kern van wat Castlevania goed maakt, werkelijk weten over te zetten naar de 3DS. Okay. Er was te veel actie in, ze hadden niet beseft dat juist wat een Castlevania goed maakt, juist die strakke gameplay is, goed level design, en dat ontbrak juist. Dus ze wouden veel meer die filmische actie van die 3D-spellen erin. Ja, maar dat werkt ook niet. Meestal werkt dat niet zo heel goed op de 3DS. De 3DS is juist een apparaat waar het juist om die simpelheid moet. Dus ik heb het idee dat ze daar de plank een beetje op mis hebben geslagen. Dus dat was ook precies mijn angst die ik had toen ik zag dat Mercury Steam Metroid onder... Je had als iets van, oh nee, niet zij. Weer krijgen. Ja, precies, meer actie. En ook toen ik de eerste beelden zag, was dat ook een beetje mijn angst, want er was best wel veel actie in. Dat zijn tegenwoordig ook trailers, hè? Trailers precies, moeten ook een beetje opgepompt zijn. Ja, dus ik zat een beetje met die skepsis in mijn hoofd, ging ik naar Nintendo toe. Ik mocht 2 uur de game spelen, echt de eerste 2 uur van het spel. Gewoon, dus ik heb gewoon uncut. Precies, uncut. En ik was eigenlijk gelijk in de game. Het was gelijk werd ook die skepsis een beetje weggenomen, want je gaat met je ruimteschip ga je neer. En je krijgt Samus onder de knoppen en het voelt gelijk als Metroid. Echt als een oude Metroid. Precies, als een oude traditionele Metroid. Dus je kan gewoon lopen, schieten, dat soort dingen is allemaal ongewijzigd. Veranderen in een bal. Precies, ja, dat kon je natuurlijk niet aan het begin, dat hoort er een beetje bij ook. Ja, dat is weer vanaf helemaal niks beginnen en je moet al je power-ups. Dat is wel dus het standaard motief bij Metroid altijd van, hier heb je allemaal toffe powers, nu niet meer! Nu moet je ze allemaal één voor één gaan verzamelen in de werelden. Ja, behalve dat natuurlijk in Metroid 1 je niet zoveel power-ups had, dus het is logisch dat in het tweede deel zij überhaupt begint met Okay. Maar daar, los daarvan, je wordt een beetje vrijgelaten in de wereld, het is weer gewoon een beetje gangetje. Het is geen free roam toch? Hè? Het is toch niet. Nee. Je gaat wel een beetje. Je mag zelf wel een beetje beslissen of je teruggaat naar bepaalde area's. Dat, is er zeker in. Er zit zeker weer backtracking in. Maar het is. De spel wordt een beetje
geremd doordat jij steeds Metroids moet verslaan. Want het verhaal gaat zo. In Metroid 1 hebben de Space Pirates gebruiken Metroids, rare alien beesten met, die eruit zien als hersenen. Vliegen hersenen met tanden in een soort van jellyfish. Ja, ja die gebruiken ze als wapen. Mm-hmm. Samus heeft het kapot gemaakt en nu hebben de Galactic Federation besloten, Metroids zijn gevaarlijk, ze moeten allemaal worden uitgeroeid. Dus logische genocide op aliens dus. Is goed, mag. Dat hebben ze geprobeerd, maar ze falen. Dus natuurlijk, die vraag je dan, dan is het Samus' tijd om... Om weer op pad te gaan. Redderin in nood. Dus ja, het is aan jou om 40 Metroids dood te schieten. En dat zijn dus eigenlijk ook, verwacht ik, alle bossfights van het spel. Misschien dat er nog extra bossfights in zitten, weet ik niet. Maar in ieder geval, je moet steeds Metroids neerschieten. En als je er eentje hebt neergeschoten... Dan kun je weer verder. Niet per se eentje, kom je verder. Maar dan krijg je een bepaalde genetische code, neem je op. Als je er een bepaald aantal hebt, dan kun je verder, want dan opent zich een bepaalde weg. Zo is op die manier is de gameplay uitgefaseerd. Precies, een beetje geblokkeerd ook. Maar hoe je bijvoorbeeld door alle gangen heen gaat, daar heb je wel verschillende paden die je kunt nemen. En je kunt dan weer terug, je kunt dan dingen verzamelen, zoals we dat kennen van Metroid. Maar ja, tot zover zou je denken, niet zoveel nieuws onder de zon. Nee, maar dat is ook goed, want het klinkt gewoon trouw aan het origineel. Maar ik neem aan dat ze ook wel her en der wat concessies hebben gedaan om het te vernieuwen en om het iets te moderniseren. Je noemt het concessies. Op een bepaalde manier heb ik inderdaad wel mijn skepsis ook bij bepaalde dingen die ze hebben vernieuwd. Omdat ze daar ook haken en ogen aan. Mm-hmm. Maar over een grote deel ben ik heel erg positief. Ze hebben probeert om de game wat sneller te maken. Dus als je bijvoorbeeld doodgaat, dat je niet helemaal weer bij een save point moet beginnen. Dus dat je een heel erg groot stuk weer opnieuw moet spelen. Maar dat je de kamer ervoor terechtkomt en je kunt het nog een keer proberen. Ja, okay. Het enige alletje onder het gras is wel dat je begint met het levensbalkje en je minutie die je hebt vlak voordat je die kamer in kwam. Ja, oké. Nou, dus je begint niet ineens met full leven. Nee, oké. Dus je wordt wel gestraft, maar niet zo intens als destijds op de Game Boy het geval was. Ja, precies. Ja. En überhaupt wij kennen van heel veel andere Metroids. Verder heb je heel veel nieuwe vaardigheden. En een van die nieuwe vaardigheden is dat je nu kan slaan. Dat vind ik persoonlijk wel fijn, want bij de oude Metroid is het als een vijand te dichtbij je komt, dan heb je eigenlijk geen schijn van kans. Ja, je kunt nog wel schieten, maar dat is niet heel praktisch. Goed, eigenlijk is gewoon wegrennen en proberen weer op iemand te kunnen schieten. Dat is nu uit, nu kun je mensen slaan. Wat ook wel interessant is, en daar komt dus wel weer die meer actie komt dan naar voren, is dat als een vijand aanvalt, zie je een soort van lichtflash. En als je op dat moment op de aanvalsknop drukt, dan doe je een counter. Een beetje quicktime event-achtig zou je kunnen zeggen. Maar het is wel op een bepaalde manier, ja. En ik dacht eigenlijk dat het een soort van 1-2'tje voelt. Van oké, vijand kom je tegen, valt je aan, oké, sla en dan schiet. Ja, counter, ja. Precies. En dat het een beetje als een trucje aanvoelt. Nou, ik kreeg dat niet heel goed onder de knoppen. Dus ik was gewoon heel erg blij dat ik uiteindelijk een ice beam kreeg. Iedereen kon bevriezen. Bevriezen en gelijk raketten opvuren. Ja, dat is ook wel weer leuk dat je daarin allemaal combootjes moet gaan bedenken voor jezelf. Ja, het grappige is als je natuurlijk ook weer meerdere beams hebt, dat je ook kan wisselen tussen beams. Dus als iemand bevriest, doe ik nauwelijks schade, maar ik bevries ze wel, maar dan kan je dan snel weer wisselen. Ja, oké. Nou, dat zit er natuurlijk wel mee in. Dat zijn je 1-2'tjes. Ik wil gewoon een Metroid in zijn gezicht slaan. Of in zijn hersenpan. Want als je zegt, Samus kan nu slaan, dan precies van ik wil die jellyfish laten exploderen. Ja, dat zit er dus in. Je kan ze inderdaad slaan. Vet. Ik weet dus niet hoe ver dat wordt uitgebreid, want ik heb alleen maar een standaard move gekregen. Maar je had het wel over een uppercut en zo, dat er wel meerdere moves in zitten die... in principe de map die je doet is oké. Wat ik in de trailer wel zag is dat je uiteindelijk nog iemand kan vastpakken. Ik weet niet hoe dat er uiteindelijk gaat. Beetje Super Smash-achtig, Z grappelen en dan gooien. En die grapple zit er trouwens ook in. Ja, nee, dat is een goeie dan. Maar ik weet niet, ze hebben dus wel een... Ik krijg van jou het idee van ze zitten goed op de nostalgie. Ze pakken precies wat ze mee moeten nemen naar de nieuwe generatie, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar die actie is vooral een beetje waar het dus weer de mist in kan gaan. Kan gaan, ja, dat weet ik dus niet. Want het spel wat ik tot dusver heb gespeeld, die eerste 2 uur, dat was eigenlijk precies zoals ik mijn Metroid wil hebben. Ja, slepend. Precies. Lastig. Ja, lastig, maar ook wel avontuurlijk. Je moet dingen verkennen, maar toch wel ook sneller dan ik gewend ben over oude Metroids. Wat dat mag. Prima past bij de moderne game. Ja, nee, absoluut. Ik wil mijn game ook niet heel erg traag meer hebben. Nee, maar vooral ook niet op de 3DS. Want het is een mobiel ding. Je wil daar even snel kunnen spelen. Precies. Dan is het natuurlijk lastig als het spel dan heet en zegt rustig aan. Dus je zegt van nee, ik zit in de bus, ik stap zo uit, weet je wel. Laten we dit level afmaken. Sowieso word je ook op andere manieren
is het spel wat moderner geworden. Je hebt bijvoorbeeld een kaart, heb ik niet genoemd trouwens, in de geschreven preview. Dus oh, er is nu wel een kaart. Ja, scoop. Nee, maar je kunt om je kaart kun je ook markers aangeven. Dus je kunt aangeven, oké, ik ga een blauwe marker hier aangeven, ik moet die nog terugkomen. Ja, precies, van points of interest eigenlijk, POI. Dus dat kun je aangeven. Verder heb je nog een bepaalde Aeon-kracht, een soort van mana. Dus een nieuw balkje wat aan het spel wordt toegevoegd. Mana? Daarmee kun je bepaalde, ze noemen het Aeon. En daarmee kun je bepaalde vaardigheden doen. Ik heb er maar eentje kunnen ervaren. En dat is dat je rond jou zelf een soort van, explosietje of? Een soort van explosietje, maar de explosie die daar geschouwd. Het hele idee is dat je op de kaart kunt zien wat er om je heen is. Dus je een soort van scan om je heen. Ja, oké. En daarmee zie je dus ook precies welke gangetjes er allemaal zitten. Dus een deel van het explore wordt eruit gehaald. Aan de andere kant, je weet gewoon helemaal niet welke kamer je nu weer terug. Nee, ja. Die lol zit er nog steeds in. Wat je ook ziet is waar verborgen items zitten. Niet precies in de kamer waar je zelf zit, maar wel van hier in deze kamer zit iets. Iets, ja. Okay. Maar goed, dan moet je alsnog natuurlijk zoeken om het werkelijk te vinden. Dat zijn gewoon van die kleine mechaniekjes die ze gebruiken om een oud concept wat nieuwe gamers misschien kan gaan vervelen. Dat is dan, dat maken ze niet. Ja. Het is wat makkelijker speelbaar. Ik denk dat dat slim is. Ik denk dat het goed is. Ja, maar makkelijker speelbaar, maar niet per se makkelijker om te spelen. Nee, het verbastert niet de moeilijkheidsgraad van een echte Metroid. En dat is waar ik heel erg blij mee ben. En daarom heb ik ook persoonlijk ontzettend veel zin om de game 15 september te gaan spelen. Exclusief voor de 3DS, dat is wel, dat mag wel even gezegd worden. Ja. Ik denk dat het aan de beelden ook wel duidelijk was. Maar als het een Nintendo game is, sowieso is het dan logisch. Dat, Het is altijd wel een beetje exclusief natuurlijk. Ja. Maar goed, 15 september komt hij uit. Ik denk dat wij tijdig een volledige review hebben met wat er nou daadwerkelijk nieuw, oud is. En of dat de actie niet misschien wel gaat overstemmen, net als met Lost of the Show. En de hoop is dan inderdaad dat het een perfecte mix is tussen nieuw en oud. Dat is een goede remake. Of remaster, of reboot. Ik weet eigenlijk niet wat is de terminologie hiervan? Zij zeggen remake. Oké, dan is dat een perfecte remake. En daar hopen we dan op. Maar dat gaan we zien richting september. Precies. Bedankt Wester. Bedankt Tom. Hebben we de kamer niet voorgesteld? Nee, I know. Maar we hebben naambalkjes die dan in beeld komen. Okay. Zo van, dat is die guy. Heb ook zo'n tag met wat ben ik? Wat wil je? Ik had volgens mij iets van de in-house Japanoloog of zo. Maar je mag iets anders. Als je iets anders wil, dan zetten we er iets anders neer. Dat verzin iets. Iets anders nou gewoon neerzetten. Gewoon iets anders. Dat is ja, meta.